En ik heb 7 jaar Rotterdam gewoond en daar... Oh, kijk eens aan. Ja, dat loopt wel. We gaan op bezoek bij de repetities van de Marathon de Musical. Altijd leuk om een nieuwe musical te leren kennen. Hoe gaan ze in vredesnaam die 42 kilometer lopen op een middelgroot podium? Ten slotte komen we vooral voor onze oude favorieten Terrence van der Loo en Dook van Dijk. Marathon is een bioscoophit uit 2012 over 4 Rotterdammers die al jaren als automonteur werken in dezelfde garage. Als er faillissement dreigt, moeten de 4 zo snel mogelijk 40.000 euro ophoesten. Dat lukt alleen maar door mee te doen aan de Rotterdamse Marathon. En dat betekent trainen. Trainen totdat je er letterlijk bij neervalt. Ik speel Nico. Nico? Ja. En de mensen die de film niet hebben gezien, wie is Nico? Nico was in de film Marcel Hensema. En dat is een beetje de man die de ruzies altijd een beetje probeert te sussen. Dus een beetje de vredestichter van de groep. Ja. En hij worstelt met homoseksuele gevoelens. Daar heb ik tijdens de repetitie niets van gemerkt. Dat zien we later in het stuk. Daar moet je vooral ook niet te veel van merken. Nee. Maar later in het stuk komt het zeker langs, ja. Ja, ik kan het me nog herinneren. Ja. Typische Marcel Hensema-rol. Ja, zeker. En nu een typische Dennis Willekens-rol. Laten we het hopen, ja, absoluut. Hier speel je een stijf iemand. Ik heb je toch 1,5 jaar geleden elke avond een spagaat zien doen. Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja, nee. Wie is de echte Dennis? Ik doe het nu stijver dan dat het kan. Oh. Laten we dat, ja. Heb je dat moeten leren, die adembenemende bewegingen tijdens Billy Elliot? Zeker, daar moet je flink voor trainen om die bewegingen te doen. Maar ik kan je wel verklappen dat er in deze voorstelling ook wel wat danserigere scènes in gaan zitten. Dus je gaat me nog, naast de stijve Dennis, ga je ook nog wel een beetje een dansende Dennis. Best een goed idee, maar even geduld, want er komt ineens een heel niet meer bij. Mijn lichaam is een tempel, het ligt alleen even in puin. Mijn lichaam is een tempel, het tempel een beetje ruim. Het leuke van de voorstelling is dat ook de verhalen van de mannen aan zich wat meer worden doorverteld. En daarnaast ook de vrouwen van de mannen. Ja. Die krijgen wat meer aandacht. Dus je gaat ook iets meer de persoonlijke verhalen van de mannen en hun vrouwen zien. Kijk. Waardoor iedereen dus ook hun eigen lijnen heeft. En eigenlijk komt iedereen flink aan bod. Een hartstikke mooi project. Ik bedoel, er worden niet zo heel veel nieuwe musicals meer gemaakt. Ik bedoel, in Nederland sowieso bijna niet meer. Volgens mij is de Theater Alliantie en een aantal kleine producenten die het nog proberen. Ja. En dat juich ik alleen maar toe. In Londen is het heel normaal. Londen en Duitsland en in Amerika het ene jaar sta je in hoofdrol te spelen. De volgende seizoen sta je in het ensemble. Ja. En volgende seizoen sta je bij de koffietent. Zo werkt die shit. Gefeliciteerd. Ja. 2 jaar geleden was jij aanstormend talent. Hoe heet die categorie? Welvarend, alles natuurlijk. Dat is allemaal verdwenen. Als sneeuw voor de zon. Nee. Oké, nou dan moet je dus een belofte waarmaken en zie daar. Je hebt vorig jaar een soort opera meets musical gedaan. Ja. En nu sta je in de marathon. Ja, nou dat zijn gewoon alleen maar hele leuke stappen die je dan kan zetten. En ik ben gewoon heel hoog begonnen met een hoofdrol. Ja, de enige weg die je dan hebt is terug. Althans, terug. Zo zie je dat. Nou, nee, nu niet meer, maar in het begin wel. Ik vond het wel lastig. Ik heb het wel moeilijk gevonden. Ja, zeker weten, ja. Absoluut. Ja, wat heb je daaraan gedaan? Of? Nou, ik ben weer gewoon aan de slag gegaan. Ik ben gewoon maar weer gaan werken. Dus naar school gegaan, aan mezelf werken, verder stappen kunnen zetten. Ik ga niet zitten wachten op de bank, tot er iets komt. Dus gewoon mezelf... Dus individueel heb je stappen gezet? Ja, mezelf bij de kladden gegrepen en gewoon gaan werken. Ja. En ook dankzij mijn docenten
van het conservatorium, Edward Hoepelman en Ingrid Segers. Ja. Die zeiden ook, kom alsjeblieft terug, doe nog een master, want het kan nog. Eerst wilde ik dat helemaal niet, want ik wilde gewoon werken. Ja. Maar toen dacht ik, nee, ik ga toch studeren, want volgens mij is dat de beste stap die ik kan doen. En nu, 1,5 jaar later, 2 jaar later, ja. Een gestudeerde tent. Ja, bijna afgestudeerd nu, maar wel weer fijn aan het werk in de markt. En voel je je beter in nu? Zeker, ja. Zeker, heel erg. Het is gewoon heel fijn. Het is ook gewoon een heel leuk team hier, hè? Dat scheelt ook. Dook, leuk je terug te zien. Een jaar geleden leek het net of ik je in alle producties zag, in ieder geval in M-Lab. En maar je bent terug. In welke hoedanigheid in de marathon? In de marathon eigenlijk ook weer in heel veel hoedanigheden. Want het gaat natuurlijk over de 4 mannen met Yusuf en dan eigenlijk de 5 mannen. En alles wat daar omheen nodig is aan verslaggevers of pooiers of zelfs vrouwen. Zelfs een vrouw moet ik spelen. Dan ga je weer. Ga ik weer, ja. Maar nu op hoge hakken. Jij bent vrij, tot aan de voordeur ben je vrij. Maar na de mand is alles wat je ziet. 2 jaar na je overwinning, wat weet jij nu meer? Wat weet ik nu meer? Nou, dat ik gewoon eigenlijk veel meer erin kan ontspannen. Ja? Voornamelijk dat eigenlijk. Dat is echt de grootste les. Ja? Dat. Wacht even. Moeder, ik wil bij de revue, heeft zo'n 10, 11 maanden gespeeld. Ja. Was je gespannen 11 maanden lang? Nou, niet om op het toneel te staan, maar wel... Ja, weet je, je krijgt toch een druk op je schouders ergens. Mm-hmm. En die nemen ze wel heel erg weg. Dus die voel je in het moment niet zo, maar die heb ik achteraf gevoeld. Ja. En dat klinkt raar, maar dat heeft dan weer te maken met dat je gewoon weer met je voetjes op de grond moet komen. En als je vanuit dat blijft werken, dan is als je gewoon vanuit jezelf werkt, is het allemaal veel fijner en veel leuker. Ook in samenwerking met anderen, dan ga je nooit... Nou ja, dat is wel een goeie. Gewoon voeten op de grond houden en vanuit daar werken. Dus geaard werken. En in plaats van alles met mijn hoofd bedenken hoe het nou eenmaal moet zijn en hoe het werkt. Nee, ik ben hier en zo voelt het en dat is wat er gaat. Toen je voor het eerst van het plan hoorde dat ze van de marathon een musical gingen maken, dacht je toen niet ook hoe gaan ze in vredesnaam 42 kilometer rennen uitbeelden op? Ja, nou ja, was ik heel hoe groot is een podium? Ja, daar was ik heel benieuwd naar en inmiddels weet ik dat. En dat is heel, Daan Wijnands hebben we die dat helemaal bedenkt en choreografeert. En ons... Daan Wijnands, de choreograaf? Ja, die heeft dat helemaal heel goed in elkaar. Ja, dat zit heel goed in elkaar. De daadwerkelijke marathon is eigenlijk... Eén groot nummer. Met scènetjes tussendoor tijdens de marathon. Ah. En, dus, en dat wordt middels muziek en scènetjes wordt dat weergegeven. Met nummer bedoel je lied? Ja, het is niet een lied. Het is een muzikale... Het is een muzikaal deel. Ja, zo kun je het eigenlijk wel noemen. Een muzikaal project. Gewoon verhaal. Het is van het echte volk. Ja. Van de echte volk. Van de echte mens gewoon. En dat is wat je te zien krijgt. Het gaat zo over die 4 hele stoere mannen, weet je wel, die met elkaar zo in die garage heel stoer zijn. En dan komen ze thuis en dan zijn het allemaal eigenlijk van die hele kleine mannetjes, weet je. Ze hebben allemaal een heel klein hartje eigenlijk. En ik denk dat het mooie eraan is. De humor daarvan en de rauwheid daarvan. We zijn echte mensen. Ik kan niet wachten tot er publiek bij zit. Ja? Ja, dat is, deze voorstelling staat of valt met reactie van het publiek. En ik ben ongelooflijk benieuwd of wat wij verzonnen hebben ook daadwerkelijk de mensen ontroert, aanslaat, grappig, of ze moeten lachen.